belangrijke ontwikkelingen die je op dit moment ziet in de 3D-printing-wereld is dat 3D-printers goedkoper worden en daardoor bereikbaarder worden voor meerdere ontwerpers. Wat we vroeger zagen is dat achteraan het ontwerpproces werd je ontwerp werd tastbaar en kon je kijken of wat je bedacht hebt, of dat ook daadwerkelijk de resultaten opleverde. Wat een 3D-printer eigenlijk doet, is het voegt een nieuwe dimensie toe aan het ontwerpproces. Is omdat je eigenlijk vanaf de eerste schets kun je ontwerpen al tastbaarder maken. Daardoor creëer je nieuwe inzichten voor jezelf en heb je als ontwerper heb je meerdere tools. 3D Print Solutions is een leverancier van 3D printers en daarnaast verzorgen wij ook de dienstverlening bij de ingebruikname van 3D printer. Nou, er komt wat bij kijken. Het is op zich het is een nieuw product. Mensen zijn niet zo bekend meer als bijvoorbeeld een gewone printer. En het heeft tijd nodig. Op een gegeven moment kun je op een punt komen dat mijn dienstverlening niet meer nodig is en dat iedereen een 3D printer koopt en hem zelf kan aansluiten. Net als de ontwikkeling die de gewone printer heeft doorgemaakt. Ik kan me indenken dat veel mensen denken dat een 3D printer een grote investering is. Maar er zijn veel verschillen in 3D printers. Dus je kunt een relatief goedkope 3D printer aanschaffen die veel kwaliteit kan leveren. Of je kan een duurdere 3D printer aanschaffen die meerdere toepassingen in zich heeft. Dus het is eigenlijk maar de vraag van wat wil je bereiken en dat bepaalt welke 3D printer je nodig hebt. Een 3D printer die bouwt jouw object op in laagjes. Dus wat het software doet is hij pakt je object, slice hem in laagjes op basis van de kwaliteitsniveaus die je ingeeft. Op het moment dat hij je object gesliced heeft, dan is het daadwerkelijk 3D printen, is niks meer en niks minder als een printopdracht die je geeft, zoals je dat met je huidige printer ook doet. Veel ontwerpen zitten in de experimentele fase en daarbij is het belangrijk om kennis op te doen van die 3D printen, zodat je op het moment dat het een breder een toepassing is die breder ingezet wordt, zodat je daar uiteindelijk daar een voorsprong hebt.